Oké. Mijn volgende nieuw project. Dat is onze keuken, toch? Ik zit hier nu met crèmekleurige kalkverf aan het crème maken. Hè? En dan moet er nog een schoon blad op komen. Daar gaan we mee wachten tot we de keuken besteld hebben. Voilà, ik weet weer wat doen. Het is Keeske, valt het tegen? Dat valt tegen. Ja, maar dat kan toch geen kwaad? Je ziet het verschil toch al? Ja. Ah ja, dat doe je dan een tweede keer, hè? En een derde keer. Toch gezellig. Je bent ook al aan het filmen geweest. Je bent eigenlijk aan het filmen geweest? Nee, niet, maar... Hoe noemen ze dat? Exhibitionisme? Mijn project. Ja. Komt goed, hè? Het eerste sfeerlicht hangt. Sfeerlicht? Ja, ja, het is echt sfeerlicht. Sfeerlicht, die man aan het atelier. Je moet maar eens komen zien, ze biedt. Ik zal met Janneke eens filmen. Ken je muziek, schatje? De batterie is plat, Chriske. Ah, hey, dat is heel goed. Dat is echt sfeerlicht, ja, echt, in hun man ja, cave. Het is hier nog niet gefilmd geweest. Het proper dat je dat hier allemaal gedaan hebt. Ja, maar de drie moet ik filmen, want dat is niet volgens de regels van de kunst, denk ik. Maar ja. Oh, is hier kunst. Kijk, schabben, 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 schabben. Oh. Nog een kartonnetje nemen van die andere kant. Voilà. Mijn project voor vandaag zit erop. Twee lagen. Maar volgens mij moet ik een derde keer doen. Dat is voor morgen. Ik wil naast mijn Janneke zijn project gaan filmen. Welke? Ja. Ik kom uw project filmen. Kijk, hier heeft hem voor mij een plantkot gemaakt. Zie eens. Ik ben content, hè? Dat is goed, hè, dat licht. Heel goed gedaan. En nu heeft hem lichtjes geïnstalleerd. Dat is heel goed, leuke. Dat hebben we hier gisteren gedaan. Een beetje lekker zo de pad. Dat is de zomerkeuken. We hebben daar een bed gezet. Voor als het heel warm is, dat je hier kunt dutten 's middags. Of een kamer voor ons maamske en ons papske. Want ons mama kan de trap niet op. Maar dat is weer al gezellig, hè. Allee, vind ik toch.